Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. Het is weer tijd om wat lekkere onderzoekjes te gaan doen. We gaan gewoon weer eventjes kijken, er is hier heel hele hoop nog te ontdekken, dus daar gaan we maar eens mee bezig. Kijk hoeveel Merlin Trials hier in de buurt zijn, allemaal om te doen. En verder zijn er nog meer interessante dingen als je zo kijkt. Laten we eerst eens even de page pakken die hier in de buurt is. Sorry voor mijn gaap, soms moet het even gebeuren. Kijk, hier is nog een page te pakken. Die gaan we dan natuurlijk even pakken. We zijn niet de moeilijkste. This could prove dangerous if I... Rebellion. Okay. Is hier ook nog genoeg te vinden, zo te zien. Oh, daar moet eerst nog wat voor gedaan worden. Laat ik eerst hier naar binnen gaan. Rebellion. Een bag. Er is een... Oh, kijk, hier is ook nog een vet coole... Een kist. Ja. Met weer een hendel. Dat is altijd leuk. Er is hier een grot in de buurt en er is hier een Merlin Trial in de buurt. Laat ik eerst die Merlin Trial maar doen. Could it be a Merlin Trial? Jazeker. Kijk, daar hebben we al dingen die we kapot moeten schieten al. Er zijn er vast nog meer, hè? Even kijken. Vast nog meer dingen die we kapot mogen schieten. Rebellion. Ah, daar. En ik zie een Demogeist daar ook dan. Kijk, dat is fijn. Zo'n Demogeistje. Moeten nog 3 Demogeist Moons om de laatste ding te kunnen halen. En daar heb ik zin in. De laatste Alohomora bedoelde ik met het laatste ding. Misschien was dat wel duidelijk. Nu kunnen we straks level 3 sloten gaan openen. Dat zou heel mooi zijn. Hé, een ballon. Hey, en een legendary item. Alohomora. Wat een flotse. Een statue. Zouden we in theorie kunnen bouwen in onze kamer, de zogenoots. Ah, daar zijn de laatste 3 Merlin Trial ballen. Merlin Trial weer gecomplete. Fijn. Zou hier ook een cave moeten zijn? Hier om precies te zijn? De ingang ervan. Weet ik niet zo goed.
Ik zie geen cave ingang. Ik weet niet wat dat betekent. Zo, ik schrik me wel de tyfus. Dat is raar. Ja, hier zou een cave moeten zijn. In de lucht dan misschien? Nee. I should investigate. Dan is hier wat mee, met dit huis. Nee, er is niks, ook niks meer dit huis. Nou, dat komen we op een later moment wel terug. Ik vind het nou te lang duren. Laten we deze gaan doen. Daar wat gaan branden. Daar wat gaan branden. Dat betekent dat er meestal nog ergens een is. Ah, daar. Oké, nice. Jammer dat dit filmpje er ook een keer bij zit, hè? There's no telling what lies in wait for me in there. Revelio. Nu heb je een hoopje interessante dingen bij elkaar. Your blood's on Ranrock's hands.
Misschien dat ze nog iets van interessante items hebben gedropt, maar... Oeh, oh ja, die heb ik zo nodig bij de trial. Het is een kwestie van kapot schieten van dingen, dat kan ik wel. Let's go. Er moet er nog ergens eentje zijn die ik kapot kan schieten. Revelio. Ah, daar. Ik ben te ver weg. Nice, nog één. Hotse vlot. Nice. En dan gaan we meteen deze cave doen. Kan ik dan meteen doorlopen? Oeh, het is een kruipgangetje. Wat zie je bij deze caves niet zo vaak? Oké. Weer een stukje verder. Nice. Oh. Daar wil ik wel op toe. En dit is ook een interessant stukje om zo meteen even naar te gaan kijken. En sowieso om dit vlammetje ook te pakken straks. Is dit een stad waar ik de demiguys al heb? Ja. Nog 3 of 2 demiguys. 1 van de 2. Dat is wel even interessant om in de gaten te houden. En voordat we eindelijk Aloha Mora 3 hebben. Oh, ik heb geen Mellow Sweet. Nu, nee, dat is kut. We moeten hier zo terugkomen. Oh. Map. Hogwarts map. Room of requirement. Even Mellow Sweet Seeds maken of pakken of wat je er ook mee wil. Ik wil hier eigenlijk Mellow Sweets gaan maken. Oh. Oh, dat kan ook. Oh, nee, dat kan niet. Oké. Okay. Nu maak ik in ieder geval 3 Mellow Sweets naast elkaar. Dat is. Zo. Die grote plant. Ja, die moet ik nog even niet vergeten. Shrivelfake. Oké. Nu kunnen we misschien wel weer gewoon terug naar de plek waar we net waren. Oh, hier zit ook nog een vlammetje die we nog niet hebben. We hebben hier nog 2 vlammetjes niet. Dat is zonde. Ik wou hier net naartoe. Daar was ik trouwens ook net. Dan gaan we wel eerst even deze kant op. Vliegen we wel die kant even op. Er was er weer eentje met butterflies volgens mij. Niet altijd mijn favoriet, maar. What to do? Oh. Oh.
Incendio. Ja, dit is weer met butterflies. Oeh, helemaal daarbovenop. Dat is een beetje jammer. Lumos. Een intruder, laat me eens met rust. Hé, hey, hier hebben we er nog meer. Dat is goed om te weten. Oh, ik neem ze ook meteen allebei mee. Dat is voordelig. Kijken waar de laatste butterflies zitten. Rebellion. Butterflies, passing you. You. Flinder. Oh, dat. Oh, nee, niet. Je werd voor de grab gehouden. Oh. Kijk, hier zijn ze. Hey. Lumos. Ja, hoe kom ik veilig naar beneden met die dingen? This could prove dangerous if I'm not careful. Zo, weer een gecompleet. Oeh, volgens mij was dit er eentje waardoor ik weer iets had unlocked. Dus laat ik zo meteen maar eens even naar mijn challenges kijken. Zou zomaar kunnen betekenen dat ik weer een challenge gehaald heb. Ja, zo te zien wel. Challenges. Exploration. Hey, extra storage for gear. Nog 20 te gaan. En dan heb ik nog meer storage for gear. Nou ja, dan moet ik nog 12 van die dingen doen. Oh, die balloon pops. Oké, de rest hiervan is niet zo interessant. Heb ik hier nog wat? Ja, zeker. Collection, oké. Nice, nice. Hier maar naartoe, wat is dit? Catacomb full secrets near Veldrop. Die heb ik al gedaan, want die is volledig zo te zien. Laten we die kant op gaan, want ik zie daar wel een Merlin Trial. En een Merlin Trial moeten we zeker gaan doen. Rather dark in there. Never stopped me before. Revelio. Ah, dit is weer een kwestie van schieten, zie ik. Daar ook van. A Merlin trial. Revelio. Confringo. Oh. Wat verder die kant op zo te zien. En een grote kist in de buurt. Oh. Rebellion.
Oh, dat is een vlammetje. Chips. Oh. Het gaat helemaal fout. Ah, daar is hij. Stonden ver uit elkaar bij deze. Rowan himself would be proud. Top. Wat is gebeurd? Is er nog een cave in de buurt? Oh ja, ik zei ook dit interessant, want waar laat ik dan hier eens naartoe gaan? Dat is ook interessant om even naar te kijken. Zo, dit zijn er veel. Draai om. Au. Au. Hij zal nog terugkomen, zo. Zo, ik heb mijn Wiggenweld alweer terug van deze fight, dat is mooi. Dat is hier beneden. Wow, joh, wat is dit? I have a brother who works at Gringotts. Couldn't pay me enough to sit behind a desk all day. One less human to worry about. Send me. Nice. Revelio.
volgens mij, als we zometeen verder naar boven lopen, ondanks dat daar van die bitches zijn. Waarschijnlijk. Zie je? Moeten we hier nog... Ja, er is daar nog een cave. Feels like I've been at this for hours. Geen cave in het water? Oh. God. Fuck jou. Maar hier zou dus een cave moeten zijn. Come here, you. Och, er zijn nog meer van die beesten. Dacht wel, er moet hier een cave zijn. Er moet hier een cave zijn volgens de map. En als het op de kaart staat, dan moet je nodig ergens zijn. Op de kaart. Hoe kom ik daar nou weer, jongens? Bovenlangs. Ik kan niet echt bovenlangs hier, of wel? Moet ik er echt helemaal omheen dan of zo? Ik weet het echt niet. Is dit nou weer voor een gezeik? Is verder helemaal niks? Ah, ik wou zeggen. Ik wou zeggen, het kon ook niet anders, kijk. Nice. Oké. Dan is het wegteleporteren hier. Laten we hier naartoe gaan. En dan zijn we een beetje in de buurt van de... In ieder geval van die hoek waar nog een vlammetje te pakken is. En volgens mij ook nog wel een Merlin Trial of een cave of zo. En dan kunnen we de volgende aflevering daar weer lekker mee verder gaan. Ik wil bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.